de auto aanzet, dan gaat hij meteen in die volledig elektrische modus. En dan rijden we vervolgens muisstil de buurt uit. En dat kun je hier ook op het schermpje zien. Oh, dat is één ding. Je moet wel je gordel omdoen. Want, nou, in deze modus die dus in de normale Prius zit, waar je vanaf start een heel klein stukje elektrisch kan rijden, om de straat uit te, stilletjes de straat uit te rijden, die kunnen wij dus in principe 50 kilometer volhouden. En dus met 0 liter benzine 50 kilometer afleggen. Dus als je bijvoorbeeld thuis een oplaadpunt hebt en op je werk en je werkt binnen een straal van 50 kilometer, dan heb je nooit meer benzine nodig. Dat klopt, dat klopt. Alleen is het zo dat in de praktijk, omdat de Prius schakelt de verbrandingsmotor bij als je meer vermogen vraagt. En in de praktijk, als je boven de 50 km per uur komt, dan heeft hij toch een klein beetje benzine nodig om goed op snelheid te komen. Als je dan op een gegeven moment op een constante snelheid bent van bijvoorbeeld 80 km per uur, dan gaat daarna de verbrandingsmotor uit en rij je gewoon weer elektrisch door. Dus als je dat bijvoorbeeld gemiddeld zou inschatten voor iemand die een enkele tientallen kilometers heen en terug per dag rijdt, door de stad, ja, niet al te hard, mm-hmm, wat is die kwijt aan benzine? Dan kom je ergens tussen de 1 en de 1,5 liter per 100 kilometer. Gemiddeld als je stukken snelweg er ook bij neemt, dan kom je op 2 liter. Maar ik heb een klant, dat is een arts, die rijdt iedere dag van zijn thuisadres naar zijn ziekenhuis en weer terug. En die heeft zijn tellertje gewoon op 1,5 liter per 100 kilometer staan, dus die rijdt 1 op 75. Nou, nu rijden we 56, zoals je op het scherm ziet daar, 53. En op mijn teller 59. En dit zijn de mooiste snelheden voor die Prius. Ergens tussen de 80. Dan volledig elektrisch rijden, dat geeft echt een heerlijk gevoel. Nu even, dit is vol vermogen elektrisch optrekken. Nou, dat gaat prima toch? Ik bedoel, je komt gewoon helemaal prima met het verkeer mee. Je doet echt niet onder voor de meest moderne autootjes bij het stoplicht. En dat is 100% elektrisch. Stinkt op, hè? 100. Ja. Hoe reageert jouw omgeving op deze vondst? Nou, heel... Mensen in de straat? Heel positief. Je ziet ook vaak, ik heb een oplaadpunt voor mijn deur. En daardoor is vrij zichtbaar dat dit een andere auto is dan normale Priussen. En je ziet daar heel vaak mensen die stoppen en die gaan ernaar kijken. En je ziet ook vaak onderweg dat mensen, je kent ze wel, die gaan dan zo doen. Ik krijg daar heel veel positieve reacties op. En ik heb zelfs een keer gehad bij het stoplicht dat iemand uitstapte en... mij ging vragen stellen over deze auto en een hele rij met auto's achter mij liet wachten. Dat het veel getoeter leidde, maar het levert veel positieve reacties op. Ja. Is de batterijtechniek ook wat jou betreft de toekomst? Ik denk dat auto's die met een batterij worden aangedreven heel belangrijk gaan worden in de toekomst. En ik denk dat dit concept waarbij je... want het bijzondere aan deze auto is dat ik 50 kilometer elektrisch kan afleggen. Maar als ik nu met jullie naar Parijs wil doorrijden, dan gaat hij na die 50 kilometer op de benzinetank over. En dan rijden wij gewoon naar Parijs. En dat is natuurlijk met... Heel veel mensen associëren elektrische auto's met het probleem van het korte bereik. Want een elektrische auto heeft een bereik van maximaal, laten we zeggen, 200 kilometer. Dat probleem heb je dus met deze auto. Je kunt wel gewoon op vakantie gaan.